allemaal. Ik ben aangekomen in Egypte. Mijn eerste keer. Ik ben hier nog nooit geweest. En ik ben zo benieuwd wat het land te bieden heeft. We zijn veilig aangekomen na een hele lange dag reizen. We zijn om 6 uur vanochtend vertrokken. Overstap gehad in Frankfurt. En om 6 uur in de avond zijn we aangekomen. Maar volgens mij is het allemaal waard. Want we zijn dus nu in El Gouna. Dat is eigenlijk 30 jaar geleden bestond dit nog niet. Het bestond wel, maar er stond nog helemaal niks. Het was dus echt zeg maar een zandbak. En 30 jaar geleden zijn ze begonnen met allemaal resorts te bouwen. En nu staan er ongeveer zo'n 35. Het schijnt heel erg het privé zen-oord gevoel te geven. Dat je helemaal tot rust kunt komen. Maar wij gaan heel veel leuke activiteiten doen. En ik ga jullie meenemen uiteraard op avontuur. Ik ga eentje verklappen. Ik ga namelijk morgen met zonsopgang paardrijden in de desert. En als paardenmeisje is dat echt een droom die uitkomt. Ik ben super excited. Ik kan niet wachten om het te gaan meemaken morgen. En we gaan nog veel meer leuks doen. We verblijven dus in het Cooks Club Hotel. El Gouna hier in Egypte. We zijn dus geland op Hurghada. Cooks Club Hotel hebben jullie misschien ook wel gezien in mijn vorige Turkije vlog. Nou, we zijn dus nu weer in hetzelfde resort, maar in een compleet ander land. Maar, ik moet nu al, ik ga morgen natuurlijk alles voor jullie filmen. Maar ik moet nu al toegeven dat de vibe, het gevoel, is precies zoals in Turkije. Zo relaxed, vooral heel erg mooi. En als je achter me kijkt, het is een paradijsje. Maar dat gaan jullie morgen allemaal zien. We gaan nu lekker naar beneden en lekker dineren met z'n allen. En de groep ontmoeten, want we zijn echt met 30 influencers van overal ter wereld. Dus ik ben erg benieuwd en heb heel veel zin om iedereen te ontmoeten. En ik wens jou heel veel kijkplezier. Oh, en natuurlijk heb ik niemand minder meegenomen dan mijn partner in crime. Team Sterk. Team Sterk. Daar zijn we dan. Yes. Oh, Laura, ben ik weer blij dat ik met je mee mag. Ik ben heel blij dat je erbij bent. We gaan er een onvergetelijke reis van maken. Dat kunnen wij. Egypte. Zit je weer naar me te kijken? Ik zit naar je te kijken. Ja, ik voel het hier. Ja, het is ook jouw eerste keer Egypte. Ja, het is echt, ik ben hier nog nooit geweest, maar ik heb het er zo vaak over gehad. En dit is gewoon weer een opportunity. A dream come true, baby. Ik kan niet wachten om het morgen zeg maar echt te filmen en te laten zien. In het zien. Licht, ja. Met zonlicht. Ik kan ook niet wachten om het te gaan filmen voor onze kijkers. We gaan mooie beelden maken, jongens. Maar nou, let's have dinner. Ciao. Terug op de kamer. We hebben heerlijk gegeten. Met iedereen kennis gemaakt van de groep. En we gaan nu snel slapen. Het is 11 uur. Want om 3 uur vannacht gaat de wekker. Dus we hebben precies 4 uur slaap. Want we gaan morgen paardrijden tijdens sunrise. Slaap lekker, Free. Rustig, schat. Tot morgen. Good morning. Good morning. Het is 4 uur in de nacht. Wij zijn opgestaan om 3:30. Maak je me grap. Omdat wij eindelijk, dan ook echt, dream come true. Ja, niet dan. Paardrijden met zonsopgang. Paardrijden met sunrise. En we hebben gisteren wel even helemaal gecheckt of de paardjes in goede staat zijn. Ja. Omdat wij dit wel heel erg belangrijk vinden. En dit is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Het is een dametje die 3 jaar geleden, een Duitse vrouw, die 3 jaar geleden hier is komen wonen. En eigenlijk de paarden in heeft genomen. Ja, ik noem dat. De paarden heeft overgenomen. Juist. Die eigenlijk wel zijn gebruikt voor typische toeristische dingen. Dus waarbij de paardjes dus best wel slecht werden behandeld. Zij heeft ze allemaal opgenomen. Ja, ze heeft ze verzorgd. Ja. De paarden zijn nu weer in good condition. Gewoon in goede. Hoe zeg je dat? Goede staat. Goede staat. En nu gaan ze gewoon lekker wandelen. En op de juiste tijdstip. Op de juiste tijdstip. Dus daarom staan we ook nu zo mega vroeg op. Dan is het ook nog niet zo heet. De paardjes vinden het heerlijk om te zwemmen door het water te lopen. Dus dat is ook wat we gaan doen. We gaan met ze zwemmen. We gaan met ze zwemmen. En we gaan gewoon heerlijk genieten van deze ochtend. En vooral van deze paardjes die dus ontzettend goed worden verzorgd. Dus maar dat wilden we even zeggen. Het ziet er goed uit ook. Vind je? Nou, ja, als ik zo naar mezelf kijk, denk ik, moh. Zo voelt het niet hoor. Goed, we nemen jullie mee.
op dit avontuur. Let's go, kijk. Horseback riding. Oké, we zijn aangekomen bij de stal. En we moeten nu best wel snel. Professional one. Yeah. Omdat wij natuurlijk... Ah, de professional one? Yes, of course. I come with you. Take Dahab. Dahab, what a beauty. It means gold. Oh, such a beauty. It's a girl or a boy? Okay. Well, nice to meet you. I told them already about you. And that you are really good for the horses. And you are giving them a much better life. We try out. Yeah, so I'm very, very happy to meet you. Thank you so much. And I'm riding Dahab. Yes. Hello. Hello. So Dahab is my beauty. Yeah. Hi baby. Your horse. Hi baby. Hi sweetie. Oh, she's so pretty. Yeah, Dahab, she's my girl for today. Oh, we moeten dus nu best wel snel naar het strand om zonsopgang te zien. Dus we gaan een shortcut nemen. Fredje op een paard. Ooit gezien? Nooit. Dit is de eerste keer, jongens. Dit is de eerste keer. Fred op een paard. Omdat ik dus super veel ervaring heb, ik reed al paard vanaf mijn 6e, heb ik dus ook een paardje gekregen die alleen bedoeld is voor, hoe ze dat noemen, een professional. De rest van de groep zit allemaal voor het eerst op een paard. Sommigen hebben het al een paar keer gedaan, maar ik hoop dus ook stiekem dat ik af en toe even lekker wel een drafje of een galopje kan doen in plaats van alleen maar stapvoet. Dus laten we hopen dat dat helemaal goed komt. En voor nu is het gewoon genieten. Genieten, Dahab. Hi, sweetie. Hi, sweetie. Let's do this. Tweetjes, ik en de guard. Even weg van de groep, omdat wij natuurlijk nu heel even lekker gaan galopperen naar het strand. Dus ik ga mijn camera erin doen, want ik heb hier een kleine dame, een pittige Arabier, die wil gas erop. Dus dat is wat we gaan doen nu. Wauw, na een intense regenloop langs het strand gaan we lekker de paardjes af laten koelen in de zee. Vinden ze dat heerlijk? Het is natuurlijk best wel warm, maar daarom is dit tijdstip perfect. Want die is nu nog te doen. Even lekker afkoelen in het water en heel lekker spoelen. Hier gaan we stappen van het strand. Dat is ook helemaal echt by far de beste experience. Vaak paardrijden in buitenland ook zo bijzonder als dit. Je bent mijn beauty, hè? Ja, knapje. Oh, ze is zo mooi. Nou, kijken. Kijk de kleur. De vlekjes. Ervaring mee, dat is echt normaal. Misschien
Kijk hem gaan dan. Dit was mijn beauty, Dahab. Dat betekent goud. Ze heeft echt mijn dag gemaakt. Ze is mooi, ze is lief, ze is 5 jaar oud. Ze is heel pittig. Ze wilde echt vlammen. Maar het was een hele mooie dag. I love you. I love you. Wij zijn weer terug bij het hotel. Het is 7 uur in de ochtend. Iedereen slaapt nog, dus het zwembad is helemaal leeg. Als in alleen onze groep is nu aan het zwemmen, even aan het afkoelen. Ik ga het even filmen voor jullie, want het is heel mooi. Het design komt heel erg terug als in de vlog van Mamaris, wat jullie hebben gezien. Als je die nog niet hebt gezien, zet ik hem even hier in het i'tje. Daar heb ik een hele vlog gemaakt. En het is natuurlijk dezelfde organisatie, Cooks Club. En hetzelfde design, hetzelfde look en feel. En dat vind ik heel mooi om terug te zien. Ik ga nu even voor jullie filmen. Dus daar slaapt iedereen. Dat zijn alle kamers. Dit is de bar. Dan heb je hier lekkere lichtplekken. En dit is het zwembad. Look how pretty. En kijk, we hebben levende beesten. Een hele grote zwaan, een grote unicorn en een grote flamie. En ik ga jullie nu even de lagoon laten zien. Dan heb je hier het stukje strand. De beach. Super leuk. Je kan ook lekker water fietsen. En je kan ook stand-up paddling doen. Dus je kunt kiezen om lekker op het strand te liggen. Of bij het zwembad. En dan is dit de lagoon. Zo mooi. Het is echt een paradijs. Het is zo mooi. En wat ik gewoon bijzonder vind is dat het nog vrij rustig is. Dus je kunt echt naar Alguna gaan om gewoon echt zekerheid te hebben van mooi weer. De zon schijnt altijd. Het regent nooit. De mensen zijn super vriendelijk. Het eten in het hotel is heel erg lekker. Allemaal vers, super gezond. Heel veel vegan en vegetarische opties. Dus ik weet zeker dat ik terug ga naar Egypte. En dan neem ik uiteraard mijn man mee. Die is ook nog nooit in Egypte geweest. En ik denk dat hij dit echt geweldig gaat vinden. Fred heeft weer een nieuw vriendje gemaakt. Like always. Is het een knuffelkat? Is het een knuffelkatje? Is hij lekker? Oh, lekker. Hij liet zich gewoon vallen. Grappig, hè? Die katjes hier hebben ook al een heel ander gezichtje. Veel spitser. Veel spitser. Dan bij ons, onze katjes. Ook een oranje neus, deze. Dit is wat jij het allerliefste doet, hè, schat? Lekker katjes knuffelen. Beestjes knuffelen. Ga maar goed drinken. Goed zo. Ik was even lekker KO. We gaan bij het zwembad. Thomas lag ook te slapen met zijn bek open. Zeker. Nu gaan we even lekker ontbijten. Lag mijn bek open? Ja, lang uit. Gewoon. Lekker bek. Ik heb een lekker omeletje met paprika en tomaatjes besteld. Fredje eet iets traditioneels. Take your... We got a hot dude over here. I'm introducing you as a hot babe, as a hot dude. I am Niklas. I'm Niklas from Germany, right? Yes. Yes. Enjoying? Having fun? Oh, it's so nice here and the best food ever. Okay, jongens. Deze verse mango juice. Wow. Super lekker. En kijk naar de rietjes. Niet van plastic, maar van papier. Dus ze houden zich goed bezig met het milieu. Ze zijn goed voor onze planeet. Daar staat Cooks Club ook voor. En dat vind ik natuurlijk heel belangrijk om erbij te vertellen. En ik weet niet of ik het al had gezegd, maar er zijn superveel vegan en vegetarische opties wat eten betreft. Nou, we gaan nu een bikini aantrekken, want in een badpark wordt mijn buik niet bruin. En dan gaan we lekker hier op het strand chillen vandaag. Tot een uurtje of 3. En om 3 uur gaan we weer een geweldige activiteit doen. En wat dat is, hou ik nog even geheim. Ik heb dus iets ontdekt. Ik heb iets ontdekt, dat is dit. Dat zijn die leuke mannen. Maar je kan volgens mij... Boys always be boys! Doei! Zo kinderachtig!
Nou, daar gaan we. Gas erop. There he goes. Oh Wij my god. Dus op een soort van katamaran bananenfietsboot. Katamaran bananenfietsboot. Zoiets. We hebben hem bij deze benoemd. Ga eens wat harder, Freek. Kom op. Nou, dan. Show them what you got. Show them what you got. Oh, 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 oh. Oh, ben je bekend? Nee. Nee. Dit is vals spelen. Het gaat er helemaal niet zo. Oh. Goed, we zitten dus op deze fiets. Waterfiets. Het is zo leuk. We hebben even lekker 2 uur op het strand gelegen. En toen was het weer tijd voor some action. Ziet het er ook een beetje appetijtelijk uit? Zo? Schat, ik heb je al 100.000 keer op de vlog hoor. Maak je daar maar geen zorgen over. Je ziet er een beetje swag. Je ziet er heel swag uit. Vooral zo die dunne beentjes erbij. Dunne beentjes? Hallo. Ik ben bekend om mijn spieren. Echt? Nee, je ziet er goed uit, schat. Gezellig ben je. Ik ben aan het praten met mijn man. Die is helemaal alleen in Nederland, dus met onze babykatjes. Kijk even, we hebben weer een vlechtenkoep gedaan. En we gaan nu kwatten. Zin in? We gaan, zoals Thomas dat heel mooi kan zeggen, keihard crossen. Guna Motocross. Yes, en we gaan kwatten op een heel parcours. Dus echt niet midden in de woestijn, maar wel gewoon op een aangelegd parcours. Heel groot wel, hè? Het schijnt echt heel leuk te zijn dat je keihard gaat. En dat je een kaartje bovenarmen trekt. Dat is best zwaar. Dat zei die gozer toch net? Ja. Real tight. Ja. Dus we gaan weer even. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het ook nog nooit gedaan, maar volgens mij gaat het keihard. Ik zie jou eigenlijk wel vlammen hier. Echt waar? Zie je wat doet? Ja, ik maar dus echt absoluut niet. Ja, yeah, baby. Extra bescherming. Voor het geval je keihard van je kwartje flikkert. Ik wil veel te link doen. Is wel iets voor Laura. Ik zie het zomaar gebeuren, ja. Ik zie het zomaar gebeuren. Oh, dan krijgen we dat weer. Hey! Oh! Hey! Hey you! Mike, yeah! Who is this? Mike, yeah! Do I know you? Do I know you? I don't know you, man! I really don't know you! I'm gonna kill you! Alfonso! Nee, ik ben een beetje Fast and Furious chickie nou! Ja, dat denk ik ook! Hoi! Jij hebt ook gewoon meteen een motorgang gejoined! Tuurlijk! Wat denk jij gewoon? Je ziet er helemaal uit als hoe je gewoon... Wat denk jij dan, gozer? Ik denk, ik ga gewoon ruig ook. Huts. Mogen wij even een dansje doen? Een Fast and Furious dansje. Nou, let's go. Wat is een Fast and Furious? Nee, dit maakt wel indruk op je motorclub, denk ik. Ja, toch? Lijkt jij een beetje op Roxy? Lijkt jij een beetje op Roxy? Oh, knapperd. Kijk er nou liggen dan. Echt als een leeuw op dit muurtje. Moet je nou zien? Dit is haar spot. Ik ben net klaar met kwatten. Fred is nog bezig. Die leeft helemaal op. De mouse Fred is zo heel stoer en avontuurlijk. Dus ik zie dat hij dat steeds meer begint te ontwikkelen. Ik zie hem gaan en rennen en schreeuwt hij langs als hij voorbij past. Even naar achter. Oh, daar ben je! Ben je klaar? Ik zit net te vertellen dat ik je zo avontuurlijk en stoer vind. Oh ja? Dat was jij nooit. Nee, dat was helemaal niet. Nee, dus je bent echt aan het ontwikkelen. Je wordt echt ik een vent. Heel schattig dat jij dit zegt. Ja, en ik zag hem gaan, jongen. En zo, woehoe! Nog een keer, Lau, come on!
Ja, man. Ik zag je gaan. Ik denk, nou moet je hem nou kijken. Weet je waar me dit... Weet je waar me dit aan deed denken? Nou. Skiën met jou. Ja, een beetje hetzelfde gevoel. Ja, we zijn bij Motoclub Egypt, inderdaad. Maar ik zet alles in de beschrijving. Maar mocht je in de buurt zijn, moet je dit echt meemaken. Super cool. We hebben ook best lang. Ja, zeker. En nu is het even tijd. Oh, dat is om uit te waaien, maar ik ben bezweet, joh. Hey. Oh yeah, shooting morning. Het is alweer een nieuwe dag. Dag 2, echt de volle dag dan. En zoals je ziet zijn we dus nu aan het shooten. En we gaan zo meteen een tuk-tuk tour doen. En daarna gaan we weer wat leuks doen. Dus ik heb vandaag weer een hele actieve dag. En ik ga jullie weer meenemen op pad. Maar nu voordat wij dus de dag gaan beginnen zijn we aan het shooten. Want zoals je kunt zien, zie je dat Oriëntaalse heel erg hier terugkomen. En daar staat de Cooks Club Hotel heel erg voor om het design. Dus zoals je kan zien, heel veel met van die printjes, van die streepjes. En dat komt overal terug. En in Mamaris zag je dat dus ook. En dat vind ik dan heel erg leuk om dat uit te lichten. Omdat dat gewoon heel herkenbaar is. Dus welke Cooks Club je ook bezoekt... Overal, want ze gaan echt ook nog naar Gambia, ze gaan nog naar Ibiza, ze gaan nog veel meer landen veroveren. Zul je altijd dezelfde look en feel hebben en dat vind ik gewoon heel erg prettig. En daarom zal ik ook forever gewoon naar Cooks Club Hotel gaan. Nou, ik weet niet of dit leuk is. Ja, mooi. Ja? Oké, top. Dan ga ik nu even lachen, want pratend op de foto is ook niet mooi. Ik had me net even vergissen. We gaan vanmiddag een tour rijden. Okay. En nu gaan we een Lagoon tour doen op een boot. Maar we gaan even met een pontje oversteken. Zo schattig. What's the deal? Mooi, hè? Dit is een dorpje. Hello, good morning. How are you? I'm fine. How are you? Great. Elguna Village. Elguna Village. Allemaal van die kleine winkeltjes en zo. En dat gewoon tegenover het hotel. Heel cute. Ik ben wel blij dat ik nou op een bootje ga zitten. Ja, even afkoelen. Heerlijk. Ja, je denkt dat je gaat afkoelen, maar het is hier gewoon 40 graden. There we go. Zo draaien met z'n drieën. Oh. Wij staan nu on top of. On top of Elguna. Ja, hoe mooi. We hebben echt serieus uitzicht gehad over heel Elguna. Super mooi. Aanrader. Aanrader? Zeker een aanrader. En je ziet hier ook gewoon goed hoe het hier uitziet. Toen was het kaartje vol. Maar wat ik wilde zeggen, waar wij het eigenlijk samen over hadden, ook met Fredje, omdat het natuurlijk een nieuwe stad is, pas 30 jaar geleden is opgebouwd. Steeds mooier en mooier wordt, is het een hele nieuwe stad. En dat zag je dan heel mooi vanaf het punt. Het is super schoon, super mooi, gewoon super nieuw. Welke stad bestaat pas 30 jaar? Het is zo strak en mooi en het heeft toch gevoel. Ja, nee, het is mooi opgewaard. Ik vind het grappig ook dat er één gozer is geweest die dat gewoon 30 jaar geleden bedacht heeft. Die werd wakker. Die dacht, ik ga gewoon mijn eigen stad bouwen. En dit was niks. Het was gewoon een en al zandbank. Het was gewoon niks. En hij heeft het gewoon opgebouwd. En hij is gewoon de eigenaar van deze stad. Zandbank spelen voor gasten. Heerlijk. Dat je een eigen stad hebt, wil ik ook wel. Ja, we gaan weer verder varen. De Laguna Boat Tour is nu klaar. Nu zijn we weer terug in het resort. Ik wilde jullie ook heel even het restaurant laten zien waar je dus gewoon lekker kunt lunchen. Want het is in principe self-service. Je kunt gewoon bestellen wat je wil. En dan met je pasje krijg je in principe je gerecht mee. En het is allemaal all-inclusive. Maar het is gewoon een ander niveau all-inclusive dan wat je heel erg gewend bent. Van het typische all-inclusive, zeg maar. Het is allemaal net even wat chiquer. Bijzondere gerechten. Zoals ik al eerder heb gezegd, heel veel opties voor vegetariërs en veganisten.
Dus ik ga jullie gewoon nu even laten zien wat de opties zijn qua lunch. Wij gaan dan even lekker lunchen hier. En dan gaan we zo meteen de tuk-tuk tour doen. Maar dan ga ik me wel even omkleden en de bikini uitdoen. Want ik neem zo meteen eerst even een duik in het zwembad. Hier kun je dan je self-made omeletje uitkiezen. Dat wordt dan gewoon voor je gemaakt. Hoe jij dat wil, dan kan je lekker alles uitkiezen. Je hebt, oh, thank you. Deze is voor mij. thank you. Nou, dit is allemaal best wel traditioneel. Allemaal van het Egyptische, van die hapjes. Je hebt fruit, je hebt van die yoghurtjes. En dit is ook traditioneel Egyptisch hapjes. Of course, watermelon. Yes, please. Maybe 4 little pieces. Thank you. Lekker vers fruit. En die watermeloen hier, die smaak is echt super lekker. Thank you very much. Oh, hij gaat het even mooi neerleggen. Yay, thank you. Nou, mijn eitje die neem ik zo mee. Hier heb je dan in de ochtend ook pannenkoekjes. Hier heb je allemaal verse sapjes. Dan heb je hier allemaal verschillende soorten brood. En allemaal beleg. En natuurlijk cereals. Door El Guna rond tuffen met deze tukkies. Heel veel zin in, Trey. Are you ready? Born ready. Born ready. Mohammed is our tuk-tuk driver. And, yeah, he's gotta bring us to have this tour. My name is Laura. Nice to meet you. Wij zijn inmiddels weer terug in ons resort. We hebben net geshoot. We hebben nu precies een uur de tijd om hier even te chillen. En mevrouw Pontecorvo is zich even aan het installeren hier. We hebben een uur de tijd. Dus dat betekent... Een half uur zwemmen. Liggen. Lunchen. En dan gaan we de woestijn in. En hobbelen. Oh my god. Ja, leuk hè. Wacht. Leuk, kom eens even hier. Het is een pauw. Die? Deze? En die? Ja, heel tof. Are you ready? Nou schat, legt u zelf maar neder. Ik moet even je How are you doing? Nou, wij gaan nu naar de woestijn. All good. Daar gaan we hiken. Your attention face is on. Heel mooi te zijn. Mooie uitzichten. We gaan zonsondergang kijken. En op dat moment, wanneer de zon ondergaat, zijn we op het allerhoogste puntje. Dus het wordt echt superleuk. Ja, ik ben er wel helemaal klaar voor. Sneakers aan en gaan we naar.
How are you doing? Dat kan eraf hoor. Ja! Yeah. Oké, we gaan dus nu rijden door de desert op het dak. Juist, is leuk. We moeten elkaar dus goed vasthouden. Anders vallen we eraf. Dat zouden we willen. Goed, ik zit dus nu op een jeep. Helemaal geklemd. Ik zit er echt goed bij. Wat is, ik zit ook met mijn voeten geklemd, ja, ben je aan het filmen. Dus... Ik ook hier mijn voeten uit, maar ik klem zo mijn voeten. En ik heb hier zo'n gat en hou ik me dan vast. En we gaan nu dus zo'n 20 minuten rijden. En we gaan echt helemaal naar de top. Hoe cool is dit? Bumpy ride, babies. Blauwe lucht. Het is echt niet normaal. Nooit gedacht dat ik zoiets zou zien in mijn leven. Moet je kijken, man. Lekker naar baby. Oh, schatje toch. Mag ik hem meenemen naar huis, Fred? Mag ik jou meenemen? Vriendje voor IJsie. Oh, wat een schatje. Schatje toch. Oh, ik wil jou meenemen. Met z'n tweeën. Kijk hem dan. Oh, zo schattig. They're like playing with the stick. It's so cute. Een dooi. Het is een dead praying mantis. Een god is aanbeter. Wat is het vee? Big spring. No, it's not dead. Yeah, it's the wind, I think. No, 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 it's wrijving zijn hoofd. Oh, ja. Yeah. Okay, it's not dead. Off-road. Uh-oh. Het is gewoon koraal van 7 miljoen jaar oud, van toen dit nog zeebodem was. C'est incroyable. Oui, oui. Gewoon de details zitten er gewoon nog op. 7 miljoen jaar oud heeft dat hier onder de grond gelegen en komt dat nu boven. En dit is een hondje. Hey, beestje. Ja. Hey. Nou, daar is onze bergrijd. Dit is zo leuk hoor, dit. Oké, jongens. Door het tunnel. Door het tunnel. Voet je daar? Ja. Pas op dit punt. Kijk uit voor je rug. Huh? Door. En door. If you want to try, het gaat netjes really volgens cool. Mij. Oké. Okay. Dan moet ik eigenlijk mijn voet plaatsen daarheen. Was it hard? En dan. Hard? Yes. Oh my god. Moet ik hier ertussen? Oké. Okay. Oh my god. Waar doe ik mijn voetje? Linkervoet doe je eerst. Linkervoet op rood. Links. Linker daar? Ja, links daar. Linkervoet op rood, rechterhand op geel. Steen daar nou. Die? Juist. Juist. Oh mijn god. En dan je voet, juist. Juist. En door. Oh mijn god, ik heb helemaal geen grip hier. En door. Kijk maar, zie je? En door. Juist, hè? En door. Hey. En daar ben je. Oh, vet dit. Oké, dan ga ik ook die kant op. Oké, okay, komt ie, hè? Ja. Kijk hoor, deze hut.
We made it. To the golden hour. On top of the mountain. In de Sahara. Geklommen als twee, hoe noem jij dat altijd? Berggeiten. Berggeiten. Ja, zeker wel. We did it. Daar gaan we nu naartoe. We hebben nog iets van 15 minuten. Daar hebben we de zon zien zakken. De zon zien zakken. Het is zo bizar hoe snel die dan ineens gaat. Ik ben hem ook gaan filmen met mijn iPhone via timelapse. Het is echt magisch. Ik zie oranje, geel, paars, roze, blauw, bruin. Ik zie zoveel kleuren. En als je met z'n allen stil bent, hoor je precies niks. Ik ben echt speechless. You wanna play with me? No? Guys, we're back. On track. Back. No, we're back from the desert. Ik heb het niet kunnen filmen, maar we hebben daar dus gegeten. Het was pikken donker. We hadden een kampvuur. We hadden allemaal vaccinelichtjes in van die kaashoutjes. En er was echt een heel buffet met allemaal Egyptisch eten voor ons klaargelegd. En we hebben Arabian Nights. Arabian Nights. Of van die matjes gezeten met allemaal van die kussentjes. En ik heb als einde marshmallows bij het kampvuur gehouden. Heb ik opgegeten. Het was allemaal zo magisch. Ik vind het knap hoe jij het kan beschrijven. Het zit in mijn geheugen en ik ben er eigenlijk een beetje stil van. Ja, het was niet normaal. Het was echt terug naar de natuur. Je hebt niets meer nodig dan een beetje eten, een beetje drinken en lieve mensen om je heen. Meer heb je eigenlijk ook helemaal niet nodig. Die sterrenhemel die we gezien hebben. Echt. We hebben echt. Kijk, als je nu weer omhoog kijkt, zie je bijna niks. Nee, het was daar niet normaal. Saturnus gezien, Jupiter gezien. En zoveel sterrenbeelden. Ja, wat hadden we gezien? De grote beer hadden we dat gezien. Dat hou ik altijd. Echt magisch. Zoveel gezien. Zoveel sterren, zoveel. En wat gewoon... Waar ik nog steeds heel van ben, is dat we gewoon een uur lang op een jeep hebben gezeten. Oh, de terugweg, ja ook. In onder de sterrenhemel, op een kussentje, in 30 graden, met een briesje door je tussen haren. De bergen, met dat zand. Ah, we kunnen de uur over doorgaan. Gaan we niet doen, want de vlog wordt volgens mij al mega lang. Maar ik weet dat jullie dat leuk vinden, dus ja. We gaan voor de lange vlog dit keer. Het is vandaag onze laatste dag. Het is nu 7 uur in de ochtend en om 12:30 vannacht vertrekken wij met de bus naar het vliegveld. Dus het is echt onze laatste dag, dus ik ga weer heel erg genieten. Er zijn weer hele mooie dingen voor ons gepland. Ik neem jullie natuurlijk weer mee. Ik begin eerst even de dag met een ontbijtje hier achter mij. En dan komt het steeds dichterbij, het besef dat we weer weggaan. Het waren hele intense 3 dagen. Als in, we hebben zoveel gedaan. Maar echt, ja, het voelt zo raar. Als je 3 dagen zoveel doet, dan ben je voor je gevoel echt al 3 weken weg van huis. En dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Dan denk ik, ik ben pas maandag aangekomen. Het is nu donderdag. Hoe dan? Voor mijn gevoel ben ik echt, wat ik zeg, zeker 3 weken weg van huis. Dus dat is wel een leuke tip of zo. Als je niet heel veel tijd hebt, niet heel veel vrije tijd hebt, dus het echt moet hebben van weekendjes... Doe maar gewoon en plan het maar helemaal vol. Want echt, hier denk je echt dat je langer weg bent. Dus dat is wel heel chill. Nou goed, we gaan even lekker ontbijten nu. En dan neem ik jullie mee op de katamara. Goedemorgen. Hey, die verwacht je niet. Goedemorgen. We hebben een rode katamara. Speciaal voor jou, the color of love. Good morning. Good morning. Oh, you guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Okay, I don't know if people can hear us because of the wind, but well, waarom praat ik in Engels? Because of Ben. Because of Ben, I'm talking English to my class. Oh, we zagen gewoon dolfijnen zwemmen voor onze katamaran. Zo op en neer. Oh, wow, zo bijzonder. Het liefst spring ik nu in de zee met ze zwemmen. Maar er zijn heel veel hier, oké? Amazing. Oké, dus waar de camera paraat. Is of die nog terugkomt misschien. Wat? Dit was echt het. Dit was echt. Oh, shit. Wow. Ik kon gewoon aanraken, joh. Ik vond wel ook een beetje spannend, hoor. Hij heeft ook zijn bek open op een gegeven moment. Hey schatje! Hey schatje! Oh god! Dit? Niet normaal! Niet normaal, fresh! Mooi weer! Het is zo bijzonder! Het is een andere wereld, de onderwaterwereld. En als je al die visjes ziet gaan, letterlijk alle kleuren van de regenboog. Groot, klein! En je ziet ze gaan en dan denk ik, jezus, is de natuur toch fucking mooi. Ja. En daar moeten we zo zuinig op zijn en zo voorzichtig. Geen plastic en dat soort shit in de zee. Ah! Maar goed, we zijn uitgespeeld. Ah, het was echt weer, ik kan er niet over uit. Okay, we zijn weer terug aan wal, bijna. Doodzonde. Ik denk dat we hoe lang? 5 uur lang op zee waren. Dit was wel echt een hele bijzondere ervaring. Jij hebt nog nooit eerder gesnorkeld, dus jij wist niet beter. Maar ik heb best wel vaak gesnorkeld. En ik had nooit verwacht dat het zo mooi zou zijn. Want voor mij was dit de mooiste plek om te snorkelen. Super mooi koraal, zoveel mooie vissen. Dus ik heb echt weer de tijd van mijn leven gehad. What about you? Dit kan ik echt de hele leven doen. Dus ik weet niet waarom we eigenlijk terug gaan naar huis. Ja. Heel leuk, want het kan allemaal online. Dus we doen het gewoon lekker vanaf nu. Vanuit Egypte. Ja, wij blijven hier, we gaan niet meer naar huis. Jezus, nee, mooi, maar het was echt een hele mooie tocht. Ja. De dolfijnen waren echt een cadeautje. Ja, ja. Echt dat wij met ze hebben kunnen zwemmen was echt een cadeautje. Want dat schijnt best wel bijzonder te zijn. Bijzonder te zijn. En het mooie vind ik ook,
trekken ook, ze schieten niet weg. Zoals in de natuur heel veel beesten wegschieten als ze mensen zien. Ze komen juist. Deze beesten kwamen gewoon, ze zwommen om je heen. Ze hielden van spelen. Dat zie je. Ja, gewoon. Klopt. Ze waren een beetje in en ze gingen weer weg. Ja. Dan kwamen ze weer terug. Ja, echt mooi. Oké, nou we gaan nu weer terug naar het resort. Dan gaan we onze koffer inpakken. Maar dan gaan we eerst nog even lekker poolparty houden. Spuug, mijn neus, spuug. En dan gaan wij na de poolparty door naar het vliegveld. En dan gaan we weer heading back home. Ja, volgens mij zijn we heel blij deze hele vlog. Ja, dat is niet normaal. Ga maar gewoon, okay. Ja, hoi. Lekker kijken, en er naartoe. Oh nee, wacht, dan maak ik foto. Oh, sorry. Ik moet ingedrukt houden, dan ben ik weer. Natuurlijk. Ik druk hem nu in. Woo! Yeah, baby. Dus we hebben nu een afscheidsdiner met de Roots Club Family. Zit dat in Zandanden? Nee. Dus we gaan even lekker eten. En dan gaan wij over een paar uur alweer terug. Ik wil niet terug. Het smakelijk is smakelijk. Het smakelijk fresh. Het smakelijk liefje. Heerlijk. Hallo, ik ben weer thuis. Bij mijn knappie. Dus ik ben weer veilig thuis. Bij mijn diertjes. Bij mijn lieve man. Hallo vriendje. En Egypte was echt fantastisch. Genoten. De Elguna Cooks Club is chic, mooi, leuk. De muziek, het design, de sfeer. Alles was gewoon perfect. Alle activiteiten die je kan doen in Elguna zijn echt geweldig. Ik ga sowieso een keer terug naar Egypte. En dan neem ik mijn man mee. Want ik wil nog een keer snorkelen in de Rode Zee. En nog een keer gewoon dolfijnen om me heen zien. Het was zo magisch. Een jeep safari in de woestijn. Onder de sterrenhemel. Met een kampvuurtje. Liggen chillen. Gewoon in de woestijn waar niemand anders is. Waar je ook helemaal niets of niemand hoort. Het was zo bijzonder. Gewoon magisch. Nou, volgens mij heb ik het echt vaak genoeg gezegd. Maar Egypte was echt fantastisch. Ik heb trouwens een hele leuke kortingscode. Hey, dat wilde ik nog wel even vertellen. Maar dat zet ik allemaal even in de beschrijving. Een leuke kortingscode voor je mocht je in de toekomst naar Cooks Club in Elguna willen gaan. En deze is geldig tot en met 2020. Maar alle informatie zet ik even in de beschrijving. En oh, wat we allemaal hebben gedaan in die paar dagen. Ook nog dat kwatten hebben we ook nog gedaan. Dat paardrijden met paardenzwemmen. Het was allemaal geweldig. En ik kan nog uren erover doorlullen, dus dat gaan we niet doen. Maar het was echt fantastisch. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je net zo hard hebt genoten van deze vlog als dat ik heb genoten van Egypte. Love you. Ciao. Dag iedereen. Doei iedereen. Doei. Doei.